daar. Het is nog redelijk vroeg. Het is nu 6:30, dacht ik dat het was. Redelijk vroeg. Dus, eerlijk te staan. Maar ja, de mensen moeten zin. Zo doen. Ja, dan zit daar weer. Het is een heel goed, het is daar weer. Dus, ja. Ik wil niet veel aan het doen. Nu weer te staan. Heel vroeg om het te zien. Nog heel donker. Ik ga er naar binnen, het is veel te koud. Hier zit dan onze poes. Moet ik eten, lekker aan het eten. Een lekker meisje. Ja? Super. Lekker vader. Dus. Het is hier al hetzelfde, maar dan op een andere manier. Dus ik ga het even laten zien. Dit. Zoeken. Dat je kan zien. Scherp, ja. Dus dit dus, dan moet je losmaken. Voilà. Dus dit moet eruit. Dus. En dan heb je... theesoepie. Het toetje dat we zeggen eigenlijk. Dan moet je erin. Dus dat trek je gewoon op, erin. En dan heb je dit. Zie je? Dan heb je ook de melk. Die we allemaal wel kennen. Dus, en zo. Nou. En doe je dit gewoon open. Eigenlijk zo lekker dat je normaal melk zou open doen. Hup. Dit steek je erin. Zo. En je moet altijd goed zien dat het goed vast zit. Want gisteren hebben we dat ook meegemaakt dat het fout ging. Nou, normaal moet dat goed zijn om te drinken. Dus dat is... dus onder zijn aankleed. Eigenlijk nog altijd te slapen. De kleine vindt, ik hoop dat ze vandaag mijn wasmachine brengt. Ik weet het niet. Ik moet even hard afwachten als jullie. Dus ik ben heel benieuwd eigenlijk. Het enige wat ik weet dat wat wel wordt geleverd vandaag is het pietenkostuum. Dus waar we eigenlijk, wat ik van alles mee ga maken eigenlijk. Ik heb er ook heel veel ideeën voor. Dat ga je ook binnenkort sowieso zien. Het is natuurlijk niet altijd heel gemakkelijk om dingen te filmen van Enzo. Want ja, Enzo mag niet in beeld. Maar ik doe mijn best om het verhaal toch wel een beetje over te brengen naar de mensen toe. Dat vind ik heel belangrijk, want het hoort bij mijn dag. Als ik er zijn hele week komt, dan kan hij er niet zo heel veel gedaan worden eigenlijk. Dus dan zorg ik wel voor dat het verhaal wel een beetje klopt wat hij is. Mensen zullen al gehoord hebben dat ik een beetje ijs ben. Ik denk dat dat komt omdat mijn stem, denk ik, nog een stukje altijd een beetje anders gaat worden, denk ik. Want ik heb natuurlijk ook al de tweede spuit gehad, dus misschien daarmee dat dat stem zo'n beetje anders klinkt. Het is niet dat ik echt ziek ben, dus... moet je daar geen zorgen over maken. Ik wil ook nog benadrukken, mensen die graag met mij willen praten, die vragen hebben of wat dan ook, die kunnen mij altijd vinden trouwens op TikTok. Ik zal het even de gsm er even bij halen. Dus ik zit namelijk op TikTok, zo lijken jullie allemaal tegenwoordig, denk ik. Dat is mijn TikTok-account. Ik hoop dat je het goed kunt zien. Dus Bolstar officieel, dat is mijn back, dat is mijn account. Maar ik heb ook een backup account. Dat ook eventjes laten zien. Dat is voor als we op het ene account zouden geblokkeerd worden. Pak dat dat gebeurt. Wordt ofwel gemeld of er gebeurt toch een fout. Dat kan altijd gebeuren. Dan kan je hier op het backup account. Kan je dan eigenlijk terecht. Dus als jullie dat allemaal eventjes willen volgen, dat zou heel... lief zijn natuurlijk. De links zijn ook altijd in de beschrijving. Op Bolstar zelf kom ik dus elke avond live of in de middag. Dat hangt er een beetje vanaf wanneer ik tijd heb, wanneer het moment er is.
Dat kan zijn door bijvoorbeeld in de slaap dat ik toch live ga of s'avonds of zo. Dus ik zou zeggen, zeker en vast is checken. Dat is heel belangrijk. Dus, en volg ook ballonvrienden op TikTok. Meer kan ik niet van zeggen natuurlijk van TikTok. Ik ga ook zien of we binnenkort weer een nieuwe video kunnen maken over het boek om opdrachten te maken. Dat kan zijn dat we dat morgen nog eens een keer doen of vandaag. Dat hangt er een beetje van af hoe ver het allemaal vordert met de wasmachine. Ik weet helemaal niks. De kuisteraar weet er wel meer van. Dus ik hoop, het is gewoon van mijn hart, dat ik nu... Normaal slaap ik nog wat uurtjes, als Enzo ook slaapt, dat ik niet speciaal wakker blijf nu voor niks. Maar ik kan het helaas niet zeggen, dus als je denkt wat een coole t-shirt is dat van Tini om te zien. Die was ooit met een special wasmachine en zo en allemaal die dingen. Dus ik wil zeggen, we wachten even weer af als jullie. Voilà, hier staat hem dan, de wasmachine. Mooi hè. Het is helemaal nieuw. Dus we hebben wel 4 resten geleverd vandaag. Dus voilà. Prachtig hè. En ik heb ook een kinderslot. Voor Enzo. Dus dat Enzo er niet aan kan. Dat is ook wel gewoon. Als ze niks gaan opentrekken ofzo. Dat vind ik ook wel gewoon. Dus stink al meteen aan het wassen. Ja. Enzo heeft een ongeluk gehad. Weer al met de pamper. En dus ik dacht van ja. Dat is misschien wel een goed idee. Om dat meteen dan te wassen. Dat dan... direct droog is en dat hij dat kan meepakken. Dus daarom eigenlijk. Dus ja. Nu is het alleen nog wachten op zijn Pieterkostuum. Waar Peter heel hard naar uitkijkt. Ik ga zijn eten ondertussen al klaarmaken, want het is al 30:30. En als ik dat tijd insteek, dan kan hij om 12:00 uur eten. Dus we hebben nog een beetje over van gisteren, maar dan gaat hij sowieso... Je hebt altijd beetjes over hebben, dus... Dat gaat zo altijd maar zijn. Logisch. In principe. Eens even kijken voor kommetjes. Ze zijn helemaal van boven. Hij komt richting deze kant uit. Zo. Hij kan al goed kruipen, dat wel. Ik zeg voor te lachen tegen hem, maar moet Sinterklaas brengen. Ik zeg voor te lachen tegen hem. En ze moeten zeker dingen brengen. De buurvrouwen. Het is te graag. Hè. Hij moest erom lachen. Maar ja, Sinterklaas die kan inpakken. Hij is daar, zeg. Hij is daar, mijn kleine vriend. Dus ik ga dit er nu in doen. En dan kan hij eten. Ja. Dus hij zijn juist klaar met eten. We zijn nog aan de tv aan het kijken. We gaan naar het nieuws kijken. Hij zit daar te spelen met allemaal balletjes. Doe je er allemaal die balletjes aan liggen? Dat heb ik allemaal gedaan. Dus als de camera aan is, dan komt hij naar hier gewandeld. Hè? Want oh, hij moet in beeld. Hè? Maar hij mag niet in beeld. Dat is het probleem. Nou, camera freak. Binnen een paar jaar is wat groter. Is. En die begint zelf een YouTube-kanaal, bijvoorbeeld. Dan gaan we nog lachen. Hè? Dan gaan die mensen van Bolstar zeggen, jij mag nooit in beeld. Hè? Ja... Vader onder druk zetten. Dat was grappig eigenlijk. Ik dacht er zo een keer aan om zo'n opdracht te doen uit het boek. Ik denk wel dat dat leuk lijkt om dat nog eens te doen. En dan ga ik straks het zo wakker maken voor zijn fruitpap te eten. Want dat is ook heel belangrijk. Dat is zijn fruitpap. Ik ga die eventjes hier zetten. Dat is gemakkelijker. Voilà. Het boek valt er op mijn tenen zelfs. Ja. Dus dit is het boek, daar waren we nog een opdracht mee gaan doen. Maar ik ga het op een andere manier doen. Ik ga dus namelijk een cijfer vragen. Dan ga je de blaadjes stellen. Eigenlijk. En die cijfer. Zo van nee, dat snap ik. Dus ik ga eerst kijken wie er op line is. Of er iemand kan reageren. Want dat is wel belangrijk natuurlijk. Want als er niemand reageert, dan... wat een probleem is, kijk wie er online zit, wie erop gaat reageren. Kan je een cijfer, een getal, zeggen? Dus, dat
het is gestuurd, zoals je kan zien, staat er. Hè. En dan nu wacht op het getal. En dat wordt opdracht. Dus dat kan een hoog getal zijn, 7. 7. Voor mensen die me niet geloven dat er 7 staat, is dat wel degelijk 7. Hè. Dus dan gaan we dat tellen. Dat begint dus vanaf hier. Dat is eigenlijk. Ja. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trek een dikke en een dunne lijn. Druk heel hard met je potlood. Dat is de opdracht. Dus dan gaan we nu een potlood tekenen. Dus trek een dikke en een dunne lijn. Oké. Dus ik kom ik de camera vast heb. Hè. Dikke en dan nog een heel dikke. Dikke lijn, jongen. En de lijn. En nog een hele dikke lijn. Zo, die opdracht is gedaan. Een pakketje toegekomen. Dus super, super blij. Eigenlijk dat het pakketje toegekomen is. Voor mijn kleine vriend, maar op echt op bal kun je nu niet meer doen. Hij moet daar ook voor in bad. Kinderen zeggen dat dat gaat niet meer. Dus. Voilà. Maar ik ga het je wel laten zien. Het is deze. Een pieten kostuum. Super leuk, hè? Een jasje. Nee, even kijken wat er allemaal in zit. Hè. Morgen mag het aan. Nee, we kunnen het nu wel aan doen. Maar morgen. Dus dat is dan de coole muts. Zo, voilà. En deze is dan met zo'n die klevers. Dat je kan zien. Voor aan te doen. Hè. En dan doe je dat zo aan. En dan. Wat is die voor mij? Het is voor hem. Ik heb het in zijn maat gekocht. Er was maar één kleur in zijn maat. Dus. Daarmee is het deze kleur geworden eigenlijk. Dus ja. Maar dat is wel leuk eigenlijk. Dus. We gaan het even proberen passen. Dus. Of het past. Voor morgen de foto's. Ik mocht vandaag de vlog helemaal afsluiten, want ik ga zo meteen live gaan. Dus ik wou toch nog even zeggen, vond je dit een leuke video, dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.